Kijk deze eerste rebuilding video waar ik een team probeer op te gaan in deze seizoen. Kijk hoe ver we komen met dat team. En deze eerste aflevering gaan jullie zien met Chelsea. We gaan alles simuleren. We gaan transfers doen. Veel transfers. En we gaan kijken wie er dan willen komen. Ik heb mijn interesse tot in Dolberg. Kijken of dat haalbaar is. En ja, ik dacht een keer iets nieuws. Gisteren natuurlijk al de spelerskermoed gehad. En vandaag dus een rebuilding van ploegen, voetbalteams. En jullie kunnen de volgende kiezen. En ik besloot als eerste Kasper Dolberg, een jeugdige spit natuurlijk van Ajax, proberen over te halen om naar Chelsea toe te komen. En dat gaat dus ook denk ik ook wel lukken. Misschien kunnen we nog een speler in Rijldu betrekken. Giroud. Ajax gaat uiteindelijk niet meer akkoord. Dus we moeten een andere speler of gewoon een transfersom aanbieden. Vleugelspelers. Pedro. Even kijken. Ja, Pedro, willen ze die dan een ruildeal? Ook niet. Weet je, dan eigenlijk gewoon een transferbedrag voor Kasper Dolberg. 50 miljoen, misschien te veel, maar het is een jeugdige spits. 17,6 en dat besloot ik mee te accepteren. De eerste aankoop dus is Kasper Dolberg. Gaan we gelijk door even de volgende. Renato Sanchez, speelt bij Bayern München. En hem gaan we dus ook proberen toe te voegen aan de Chelsea selectie. Dit seizoen dus simulerend gaan we kijken hoe ver we komen. Hoeveel gaan we worden in de Europa League hier. Hoeveel gaan we worden in de, op de competitie. In de Premier League dus. Of in de FA Cup, Keboa Cup. We gaan allemaal kijken waar we gaan lukken met Chelsea. Simulerend met een paar transfers erbij. Giroud in Real te betrekken met Sanchez. Dat wordt wel geaccepteerd. Dus dat is nummer 2. Michael Reus probeerde ik hier ook te gaan contracteren. Om naar Chelsea toe te komen. Borussia Dortmund moet ik toch wel gaan willen. Even kijken of ik iemand kan redden betrekken. Dan willen ze nog voor u. Dan willen ze wel heel veel erbij. Ik denk dat dat lastiger wordt. De Marco Reus. Dus dat wordt denk ik. Dat wordt denk ik niet. Marco Reus, nee. Dat gaan ze niet meer kort. Hij dus helaas niet. Maar dat was veel support op mijn spelerskermoot. En mijn Feyenoord Kermodes. Heel veel mensen die mijn video's tof vinden. FIFA Grinders. Een van de mannen die altijd kijkt naar mijn video's. Net zoals My Games, Fat Greens, Power Wifi. Allemaal kijken ze. En hier gaan we een contractdeal met Renato Sanchez. Heeft geaccepteerd. De eerste aankoop van het seizoen is binnen. En de tweede gaan we ook doen. Kasper Dolberg. Twee aankopen, dus een middenvelder en een aanvaller aan de selectie van Chelsea dit seizoen toegevoegd. Cruciale speler? Nee, natuurlijk niet. Sporadisch. Accepteren we Kasper Dolberg. 5 jaar naar Chelsea. Weet je, we gaan het om 1 jaar simuleren. En dat accepteren we ook. Salaris moeten wij bespreken. Het is een jeugdige middenvelder, dus jeugdige spits. Dus we moeten wel veel doen. En dan willen ze. Ja, ik vind het prima eigenlijk. Eerst tweede aankoop. Kasper Dolberg. 2 aankopen dus gedaan. Renato Sanchez en Kasper Dolberg. En ik zat hier een beetje te kijken. Gutsen, Lewandowski komen. Ik had een paar met transferlijn gezet. Maar Mats Hummels. Een centrale verdediger. Die ik ook wel aan de selectie van Chelsea wil gaan toevoegen. Moeten we ervaring hebben in op het middenveld. En we kunnen wel spelers gaan ruilen. Want we hebben natuurlijk David Luiz. En die is eigenlijk te ruilen met Hummels, en dan willen ze nog 70,3. Dat gaat wel ietsjes minder. 50 miljoen plus David Luiz. En dat accepteren ze. Mats Hummels komt dus naar Chelsea. Gaat op de plek van Luiz staan. En dat is een hele mooie transfer. Dus de derde transfer om ons team sterker te maken is dus met Mats Hummels. 3 jaar naar Chelsea. Geen afklapclausule, dat accepteren we natuurlijk helemaal. En dat is een salaris. Als we de bonus verwijderen, vind ik het prima. En dan is hij onze derde aankoop dit seizoen. Iets meer salaris, maar hij komt wel. Mats Hummels. Aankoop nummer 3. En we gaan gelijk door naar de volgende. Het is stroom te aankopen dit seizoen. Hier gaan we weer iemand proberen. Marcos Alonso.
speler die we kunnen gaan verkopen. En die gaat door 42 weg. Dus dat is de eerste speler die bij ons weggaat. 3-1 winnen wie van Schalke 0-4 in het Fischabuk toernooi. De rest ga ik even via de kaart simuleren. Alonso is verkocht en we gaan gelijk door. Door het verkoop van Alonso. Nog een speler gaan halen. De nieuwe linksachter. Alex Sandro. Een speler van Juventus. We gaan een bieding doen van 45 miljoen. Accepteert Juventus dat? Is dat onze volgende aankoop? 46,7 besloot ik accepteren. Besloot ik in mee te gaan. Alex Sandro gaat naar Chelsea. Hoogstwaarschijnlijk komen. Nadat de linksachter voor 42,5 wegging. En cruciaal krijgt hij sowieso. Hij wordt basisspeler bij Chelsea. Hij is 27 jaar. 5 jaar. Doe maar 2 jaar. Kijk hoeveel hij zelf aangeeft. 4 jaar. Oké, prima. 4 jaar naar Chelsea. Negeren. En we gaan kijken hoeveel salaris hij wil. Dat moeten we zelf doen. Oké, we moeten best veel salaris doen, zie ik hier. Want hij is best al hoog qua salaris. Dus even kijken. Dat accepteert hij. Alex Sandro. Aankoop nummer 4 naar Sanchez, Dolberg, Hummels en nu dus Alex Sandro. Die zien jullie het wedstrijd die we gesimuleerd hebben tegen Manchester City. We hebben helaas verloren de Community Shield met 1-0. En we gaan kijken wat we nog kunnen doen. Nog een verdediger erbij gaan halen. De verdediging moeten we iets jongere-achtige verdediging hebben. Dus ik ging voor de speler van AS Roma. Alicio Romagnoli. Laat ik de naam verkeerd uitspreken. Neem mij niet kwalijk. Hij is 31 miljoen waard. Ik bied 35. Hun bieden 49,8. Ik ging wel omlaag met 37,5. En ging aan Milaan. Oh, hij komt trouwens van Milaan vandaan. Sorry, neem me niet kwalijk. Ik zei AS Roma. Maar dat accepteerden ze. Ja, dan ging in een handeling ook met deze taal verdedigen. En zo hebben we dus een goede selectie al. Met goede aankopen gedaan. Mats Hummels, Sanchez, Dolberg. Alexandro en nu dus ook deze staafverdediger van AC Milan. 5 jaar, ik vind het goed. Ik doe het toch maar 1 jaartje. Het simuleren en dan kijken hoeveel het jaar zijn geworden. Willen jullie dit vaker zien? Laat dan achter in de reacties sowieso. Hè? En welke team ik dat dan moet doen. Met deze video is nog lang niet afgelopen. We gaan kijken hoe het seizoen gaat aflopen. Hier zien we, ik simuleer hier de seizoenen. Tot en met eind september. Een beetje september. Hier hebben we gewonnen met 3-0. Van Burnout. En even kijken. Verloren met 2-1. En hier ook verloren met 2-1. Gaat niet lekker in de competitie. Verloren met 2-0. Winst. Oké, dat ging wel aardig. Dit is nou in oktober. En kijken hoe het qua topscorerslijst gaat. En hoeveel ze staan. Hoe wij staan in de competitie. Even kijken, ik heb Boga Cup, staat er niet echt iemand van ons tussen. Champions League zitten we niet in, we hebben Europa League. Dus ik weet nog waarom ik hier loop te kijken, maar we zitten in Europa League, niet in de Champions League. Even kijken, dus hier staan we wel tussen. Assist staat Hazard tussen nog. 0 tegen de punten staan we ook niet echt tussen. 0, even kijken. Rode kaarten wel, Hummels onder andere. Dus rode kaarten gaan wel lekker op zich in de dingen. In de Europa League. Premier League assist heb Kusovic. Kepa heb vaak de 0 gehouden. En de rode kaarten weer Hummels en William. Dus dat is wel iets minder. Hoeveel staan we in de competitie eigenlijk? Ronde 4 in de Carboa Cup. Even kijken, Premier League staan we 12e in de competitie. Dat gaat niet echt lekker dan voor Chelsea. Europa League staan we 2e met 4 punten. Simuleren, het gaat dus niet echt goed met de aankopen die we gedaan hebben. Dus we gaan even kijken wat we gaan doen. Simuleren tot en met december, eind december. En we kijken wat we hebben gedaan in die tussentijd. Eind november simuleerde ik hem even. Verloren met 5-0, verloren met 4-1. Verloren met 3-1. Verloren met 4-1. Verloren met 2-1. Hele maand verloren. Dat is niks voor Chelsea. Hoe kunnen we dat verliezen? Hoe kun je verliezen? We staan nu op plaats nummer 10 met 26 punten in de Premier League. Hazard wel topscorer met 11 doelpunten. Daarvoor Roberto Firmino. Assist, even kijken, ook Hazard.
en Kavic. 0 tegen de punten. Ja, Kepa, gele kaarten. Nou, rode kaarten natuurlijk nog steeds. Onze vriend Hummels. En ja, dan gaan we kijken. 10e in de competitie. Even kijken, Europa League. Zijn we nou niet gewoon, we zijn niet doorgekomen in Europa League, hè? Hoe dan? Zijn we nou gewoon uitgeschakeld in Europa League? In de groepsfase? Ja, we staan derde. Hoe kunnen we in deze groep derde staan? Het team is best goed. Maar toch weten we niet te winnen. En we hebben gesimuleerd. Jullie hebben het gezien, we hebben nog wel wat geld. Ja. We hebben best veel wedstrijden verloren in de competitie. We staan nu wel tiende. Dit is ook mijn eerste rebuilding video. Hè. Dus als ik een beetje verkeerd geknipt heb, moet mij dat niet kwalijk nemen. Want het is mijn eerste video rebuilding. Sorry. En nu hebben we de maand januari. En gaan we nog transfers doen? Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval gesimuleerd hier. Even kijken. Winst. Liverpool hebben we gelijk gespeeld. En West Ham hebben we ook gelijk gespeeld. Dus het gaat redelijk. Winst. Gelijk. Fulham winst. Wolves 0-0, winst tegen Newcastle. Even kijken, dan hebben we dat al gedaan, verder keer. En dan gaan we doorsimuleren. In deze transferperiode, topscorerslijst. Hazard met 20, topscorer dus nu. Aiden Hazard. Jorginho. 8 assisten. Kepa 0 tegendoelpunten. Niet zoveel tegendoelpunten. Dit gaat nu wel redelijk qua spelers die hier goed staan. We staan nu ook best wel vrij hoog in de competitie. Vierde. Dus we kouwen weer een beetje op. Na een 14 of 12e plaats die we hadden. Ik merk al aan mezelf dat ik een beetje verkeerd geknipt heb. We zitten opeens aan het eind van het seizoen. En dan zijn we 7e geëindigd. Sorry hiervoor. Weet je waarom? Dit is mijn eerste rebuilding video. Dus ik moet nog een beetje goed gaan plakken. Maar het is iets moeilijker dan, natuurlijk veel moeilijker dan KR mode, hoe ik moet plakken en zo. Maar we zitten aan het einde van het seizoen en we hebben niet veel gewonnen eigenlijk. Volgens mij helemaal niks. Finale, dit is de finale van de FA Cup. Tottenham tegen Burnley. Daar zijn we al vroeg uitgeschakeld. Dus ja, die hebben we sowieso niet gehaald, de FA Cup. Dan gaan we kijken hoe we zijn in de competitie. En dan zagen we net al 7e. Ja, 7e. Nou, we gaan kijken hoe het verder gaat nu. Nou, hier zien we het. Emerson blij met kansen bij Chelsea. Scherpschutter Hazard wint de gouden schoen. Dat is wel positief. Hazard wint de gouden schoen. Dus dat is wel goed voor ons. Maar ja, verder niet echt prijzen gepaard. Alleen topscorers staan titel voor Eden Hazard. En trouwens, hier zien we nu wel even de wedstrijd die we hebben gewonnen hier. Liverpool hebben gelijk. Dit heb ik net al laten zien. Maar goed, maak ik even niet uit. 2-0. Everton, gelijkspel. Neem me nogmaals niet kwalijk, jongens. Ik moet er even inkomen in de rebuilding video. De volgende rebuilding video wordt sowieso beter. Neem mij niet kwalijk. Laat sowieso weten wat je hieronder in de video, wat je van deze rebuilding video vond. Misschien een beetje chaotisch, een beetje raar. Want nu zit het opeens weer in een andere maand volgens mij. Even kijken. Ja, het is allemaal een beetje raar geknipt. Meen mij nogmaals niet kwalijk. Morgen weer de Feyenoordcamera natuurlijk. Dat gaat gewoon weer ouderwets lachen worden en hetzelfde worden zoals dat altijd. We hebben de Champions League wedstrijd tegen Real Madrid, hè, met Feyenoord. Eerste thuis in de Kuip. Dus we hopen dat we daar de klus ook kunnen klaren. Thuis in de Kuip met het team tegen Real Madrid. En de competitiewedstrijden ook nog in die video. Even kijken, de laatste wedstrijden van de Premier League hebben we verloren. En de andere hebben we volgens mij gelijk gespeeld. En dat betekent dat deze video toch langzaam tot zijn eind komt. De rebuilding video waar we 7e zijn geëindigd met Chelsea. Sorry nogmaals dat mij niet zo lekker gaat deze aflevering. Maar ik probeer de volgende rebuilding video beter voor jullie te maken. Ik bedank u voor het kijken. Druk op duimpje omhoog is niet gedaan. Nogmaals sorry en laat weten wat je van de video vond. Later.